Spencer. You are here with Ineke and met Lieke van Dijk. The best, the beautifulest, the most natural. Lieke van Dijk. Niet opschetten, hè, Ineke? Ah, sorry. So, vandaag gaan wij Nederlandse snoep proeven. We're gonna test some Dutch candy. Anyway. Kijken wat het eerste snoepje is. Ba-bam! It is! What is it? Zijn... Kersenstokjes! Kersenstokjes! We hebben het kost van Hollands Foods. Hollands Foods. Kersenstokjes. Kersenstokjes. En ja, ik ga het gewoon proeven. We gaan het kerststokje opmaken. Doe maar. Bijna uit. We hebben het opgemaakt. We doen er wat in een bakkie. Het zijn kerststokjes gemaakt van cherry, kers, zoetstok. Ja, cherry. Oh ja. Die in alle smaken. Oh, deze is te lang. Nee, lekker. Dit smaakt het niet, toch? Smaakt ook goed. South Africa, we have still Chappies. Soft on the binnenkant, nice and soft on the inside. I think it's really nice. Like that. Come on, I'll paint you. All of them for you now. South African people with Chappies. She doesn't know this. Okay, snoep number two. What is it? It are dropstokjes. Dropstokjes. De echte. Eigenlijk zijn ze gewoon een beetje hetzelfde als die van met de kerststokjes. Alleen zijn ze dan zwart. Ik maak de dropstokjes open. I like how soft it is in the inside. Quite strong too. Ik proef niks. Ja, Lieke has the flu, so for the past week she hasn't eaten or tasted or smelled anything, so that's pretty funny. For me. Ja hoor. We gaan door naar nummertje 3! Oh. Ik moet wel vangen, hè, slikkel. Jij ook? Cinnamon sticks.
Lot. Ovo je numer 3 pife. Deze kaneelstokjes. As I've mentioned before, this girl sitting right next to me, this awesome girl, Lieke van Dijk, she has her own channel on YouTube called Lieke van Dijk, and please go check it out. I will put the link right down here so you can see it, and please go check it out, like and subscribe. She has awesome videos and I'm in it, a couple of them for my fans or fans. Yeah, please enjoy it and cool. Sip on this channel. Sip on my channel. Like if you liked it. If you didn't like it, please leave a comment. And if you'd like to see anything, you
Licka and I can do. Leave a comment and we will gladly entertain you with our awesomeness. Tot de volgende keer!